Bij het coronabeleid, maar ook bij het stikstofbeleid, zie je dat wij als het ware als kop van de stormram die hete kolen uit het vuur halen. En dan worden we in eerste instantie voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar op enig moment zie je toch dat langzaamaan dat ook doorcijpelt in de mainstream. En dat je in één keer ook hier en daar kritische columns ziet en een aantal journalisten die voorzichtig ook gaan twijfelen aan of er nu überhaupt wel een probleem is. Zodra niemand er nog in gelooft dat er daadwerkelijk een probleem is, die aanname waar al dat beleid op gebaseerd is, die aanname die valt daar dan onderweg, waardoor dat beleid ook niet langer houdbaar is. En dat hebben we gezien bij corona. Op een gegeven moment geloofden mensen het gewoon niet meer. Die groep werd groter en groter en groter, waardoor het kabinet geen andere keuze meer had dan gewoon helemaal met dat beleid te stoppen.